Ja, Justin, ik denk dat weinig mensen het realiseren, maar ja, in die selectie, je lijkt nog jong, maar ja, ben je een van de oudjes. Na Jens Toornstra zit je het langst bij de selectie. Heb je zelfs ook wel het gevoel, ja, hoe lang je er al wel niet zit? Ja, ik hoorde het net van jou eigenlijk. Ik was eigenlijk best wel verbaasd, want ik dacht eigenlijk dat er nog wel andere jongens wat langer zaten. Maar ja, ik voel wel eigenlijk per jaar natuurlijk dat ik wat ouder word en dat ik... ik steeds iets meer te zeggen heb. Dus ja, dat ik eigenlijk na Jens lang zitten mag zijn, dat is mooi. Ja, neem ons mee in die ontwikkeling, toen je inderdaad erbij kwam. Alles was mooi waarschijnlijk en nu ja, ben je vaste basisspeler. Ik was volgens mij was ik 17 toen ik voor het eerst mee mocht trainen. En ook mee op trainingskamp te komen mocht naar Portugal. En eigenlijk kort daarna dat Warner geblesseerd raakte, werd ik... ja, officieel toegevoegd tot de selectie. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar ja, omhoog gegaan eigenlijk de lijn. En ja, nu ben ik eerst keeper. En je hoofddoel was ooit inderdaad eerste doelman worden bij Feyenoord. Ja. Dat is nu gelukt. Wat is nu je doel? Wedstrijden een keer een seizoen vol spelen. En ja, gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen en dan het goed doen. Ja, voor iedereen in de voetballerij was het verschrikkelijk wat er gebeurde, dat die competitie gestopt werd vanwege de corona en natuurlijk al het leed wat er is gebeurd. Maar even op het sportieve, ik denk met name voor jou dat het ja, heel frustrerend moet zijn. Je was net na een hele lange blessureleed was je weer terug, je was vaste keeper en dan dit. Ja, het was heel vervelend eigenlijk, want ja, ik denk dat ik het goed deed eigenlijk na de winterstop. En ja, nu is het... Het coronavirus die heeft eigenlijk een beetje het roet in de eten gegooid. Alleen, ja, ook hier komen we weer uit en ja, gewoon wachten op september. Denk je wel eens toch in die periode wat als? Nee, denk ik niet, want je kan het toch niet veranderen en dan kijk je alleen maar terug in het verleden en daar heb je vrij weinig aan. Want je was echt goed bezig ja, en er lonk te veel. Hè? Er werd zelfs al geroepen over, moet hij niet mee met Oranje richting het EK? Hoe snel het niet kon gaan, hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik heb natuurlijk ook die verhalen gelezen en gehoord. En ik heb er ook een aantal interviews over gehad. Wat ik altijd gezegd heb, ja, ik moet eigenlijk gewoon per wedstrijd kijken. Mijn best doen, het goed doen. En, ja, en eigenlijk in de zomer kijken of ik meeging of niet. Want ja, ik was ook niet in de voorselectie in maart. Dus dat was jammer. Maar aan de andere kant ook logisch. Want ik had pas net weer 6 wedstrijden volgens mij gespeeld. Maar ja, ja wie weet. En, maar ja, gelukkig is het... aan de andere kant gelukkig, misschien voor mij is het nu verplaatst naar volgend seizoen. Dus heb ik misschien iets meer kans erop. Maar wat ik zeg, ik moet eerst bij Feyenoord gewoon goed doen. Goed mijn wedstrijden spelen en gewoon per wedstrijd presteren. En dan zien we aan het einde van de rit wel waar ik kom. De bondscoach Ronald Koeman is wel een paar keer langs geweest. Ook een keertje op het trainingscomplex. Gingen die gesprekken er wel over van je bent goed bezig en ik hou je in de gaten? Nee, ik had het één keer gezien en toen hebben we alleen de hand geschud toen het nog mocht. En nou, verder is eigenlijk niks over gesproken. Hij ging alleen met de trainer en met Steven zitten volgens mij. Maar ik heb verder niet gesproken. Sinds korte tijd mogen jullie in ieder geval weer trainen. Hoe ziet een training voor een doelman eruit in deze coronaperiode? Ik moet zeggen, voor een keeper is het buiten dat we geen partijen mogen doen en geen contact mogen hebben, is het ja, vrijwel ja, niet echt hetzelfde. Maar we kunnen gewoon keepers trainen volgen, gewoon zoals we altijd doen. Het enige wat het verschil is nu dat we met minder keepers, we zijn nu met 2 keepers, alleen met Nick dan en met Galit en de andere jongens zijn in de andere groep. En het enige verschil is dat we niet met z'n 2 in het goal staan tegelijkertijd. Maar voor de rest ja, doen we het eigenlijk gewoon hetzelfde een beetje. Gewoon, kunnen gewoon volle bak trainen eigenlijk. Want alles mag verder met afwerken oefeningen ook op ja. De goal. Ja, dat wel. Ja. Je mist alleen wedstrijdritme. Dat gaat waarschijnlijk nog wel een lange tijd duren. Ja. Ja. Neem ons eens mee, hoe belangrijk is dat wel, wedstrijdritme? Ik denk dat iedereen een beetje verschillend is, want ja, toen ik begon met keeper dit seizoen heb ik eigenlijk alleen Hoffenheim gespeeld, als ik het goed zeg. Dus ja, ik denk niet dat ik superveel, dat ik echt 10 wedstrijden moest spelen of 10 oefenwedstrijden moest spelen om weer in ritme te komen. Maar ja, het is wel lekker als je gewoon een paar wedstrijden kan spelen voordat het weer voor het echt gaat beginnen. In Duitsland wordt er op dit moment wel weer gevoetbald, maar ja, wel met natuurlijk alleen maar maatregelen. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik ben in ieder geval blij dat we weer iets nieuws op tv kunnen kijken. En in ieder geval weer voetbal. Niet alleen maar samenvattingen van afgelopen seizoen. Maar ja, het is toch anders, als ik eerlijk mag zijn. Lijkt net oefenwedstrijden als ik
Dus als ik het nu zo bekijk, ik vond het wel een mooi initiatief van Fox gisteren met Dortmund bijen met dat nep geluid. Dat is wel een stuk beter kijken, maar ja, het is wel even wennen, ja. Ja, we staan nu in een lege kuip en de kans is aanwezig dat straks als jullie echt weer om het echtje gaan voetballen, dat die kuip ook leeg is. Ja, hoe hebben jullie het erover in de spelersgroep? Want dat lijkt me een spookbeeld. Ja, het is het is leuker als je weer mag voetballen. Maar het is vele malen leuker als het met supporters om je heen, heen is. En je voelt gewoon lekker die druk en gewoon die spanning. En daar doe je het eigenlijk voor als topsporter. Ik denk dat elke topsporter heeft niet alleen het voetbal. Maar ja, daar doe je het voor. En het is jammer, maar ook daar moeten we weer aan wennen. Ja, ben je er wel heel erg mee bezig op de achtergrond wat er gebeurt? Je hoort natuurlijk veel en heel misschien dat er wel kinderen naar binnen kunnen straks. Zijn jullie er ook wel mee bezig en ook jij met hoe het eruit gaat zien? En wat in jouw ogen hoe het voetbal coronaproof kan zijn? Ja, nee, wij hebben niet echt erover gehad van hoe kunnen we supporters naar binnen helpen of kinderen of wat dan ook. Maar ja, ik hoop wel dat ze met iets kunnen regelen, dat in ieder geval misschien met kinderen. Maar ja, je moet maar kijken hoe dat gaat. En ja, dat is iets voor andere mensen, niet voor mij. Nee, het liefst gewoon weer met publiek. Wie weet dat er een vaccin komt en dat er wel weer een vol stadion is. Maar ja, het lijkt me wel moeilijk in deze periode dat het nog zo lang duurt voordat je weer voor het echt gaat spelen om je als sporter optimaal voor te bereiden en optimaal te motiveren. Nou, dat motiveren, dat gaat wel goed komen, denk ik. Want het is gewoon tussen haakjes je werk eigenlijk wat je moet doen. En dus daar moet je gewoon altijd 100% veel inzet voor doen. Maar wat ik zeg, het is wel even wennen als het dadelijk zonder publiek is. En een stukje druk van de supporters overal, niet alleen thuis, maar ook uitwedstrijden vooral. Het valt toch weg en dat is jammer. Wat ik al zei, topsporters doen eigenlijk voor die druk, voor die spanning, voor al de passie wat je om je heen hebt. En dat valt weg nu, maar het gaat wennen worden. Nu zijn jullie deze week, hebben jullie een mooi gebaar gemaakt als spelersgroep, salarisverlaging. Hoe is dat gegaan? Ja, we zijn samen met de spelersgroep en de spelersraad hebben met de directie gezeten. En dat is in een goede sfeer is dat verlopen, zonder geruzie of wat dan ook. En ik denk dat we er goed uit zijn gekomen met z'n allen. Ja, dat is wel opmerkelijk in de zin van dat bijvoorbeeld bij Ajax is helemaal geen akkoord. Maar bij jullie zagen jullie ook in, zeker omdat de supporters ook een mooie gest hebben gedaan, dat dit wel nodig was in deze periode? Ja, wat ik ook eerder heb gezegd. Ik denk dat het van twee kanten moet komen. Dus niet alleen van de supporters, maar ook dat wij ons steentje bij moeten dragen. En en zo hopen dat we de spelers, maar ook de supporters, dat we de club Feyenoord gewoon kunnen helpen eigenlijk in deze zware tijd. Ik kan me wel voorstellen als spelers dat jullie misschien wel wat voorwaarden hebben geschept. Niet dat er ineens een concurrent bij wijze van spreken voor jou wordt gehaald voor 10 miljoen. Dan denk je ook van, hey, loop ik daarvoor in te leveren? Nee, er zijn natuurlijk afspraken gemaakt, maar dat is ook allemaal gewoon in een goede sfeer gegaan. En wat er precies in gezegd is, dat is gewoon voor onszelf en dat houden we ook voor onszelf. Maar wat ik zeg, het is gewoon in een goede sfeer gegaan en we zijn blij dat we eruit zijn. Jullie waren aan iets moois bezig en de club doet er alles aan om wel weer een goed elftal op de been te krijgen. Ja. Hè? De trainer is ook gebleven, heb je ook het vertrouwen dat jullie misschien wel eens hele hoge ogen ook volgend seizoen kunnen gooien, omdat toch een groot gedeelte van de selectie waarschijnlijk intact blijft? Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Ik denk dat we tweede seizoen zelf heel goed op weg waren en ook einde van de eerste seizoen zelf. We zijn toch van plek 12 naar 3 gegaan. En er zit heel veel kwaliteit in deze groep en als we het zo intact kunnen houden, de groep, dan denk ik wel dat we gewoon door kunnen blijven gaan waar we mee zijn geëindigd.